Jongens, Groove van DPNL met vandaag een nieuwe video voor jullie. En vandaag gaan wij de laatste twee potjes van de Weekend League spelen. Oh my god, oh my god. Mensen, als ik ze allebei win, ben ik elite. Win ik ze niet allebei, verlies ik er één, ben ik geen elite. Ben ik een mislukkeling? Word ik later arm? Eindig ik onder een brug? Word ik niet ouder dan 20? Ach, kut, ik ben nu 20. Dus ik moet gewoon winnen. Daar komen we eigenlijk op neer. Vind je zo'n video zo leuk? Doe zeker een duimpje omhoog. De 2500 likes betekent morgen een nieuwe video. Ja. 2500 duimpjes omhoog. En staat zeker een duimpje omhoog achter hier beneden. Tot dan morgen weer een nieuw smikkel videootje. Laten we alsjeblieft hopen dat we het goed krijgen. Echt, op dit moment dat ik het opneem. Messi heeft 2 keer gescoord. Bill heeft volgens mij 2 keer gescoord. Salah heeft 3 keer gescoord. Als die allemaal in vorm krijgen en ik word elite en ik krijg die in vorm pack, dan krijg ik die alle 3 in 1 pack. Dus ik moet gewoon elite halen. Ja, er is gewoon geen excuus mogelijk, mensen. Het is gewoon elite. Punt uit. Ja, hartstikke klaar. Mooi klaar. We moeten het gewoon halen. Punt uit. Hij had 4 bar. Ik weet niet of het chill is dat ik dit ga spelen. Maar ja, 4 bar. Ja, oké. Okay, laat het een keer een kans geven. Dit is mijn tegenstander zijn team. Ben je niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe het dan zeker niet beneden. Abonneer en druk op dat belletje. Join Hashtag Team Belletje. Hij heeft Rivaldo in de spits. Hij heeft Messi. Oké, okay, hij heeft wel een aardig team op zich. Ja. Hij heeft wel Ramos en Jordi Alba naast elkaar. En die hebben allebei hele aanvallende work rate. Laten we hopen dat hij niet op achterin blijven heeft staan. En dat ze dus alleen maar in de spits staan. Dat zou toch leuk zijn, jongens. Of vinden jullie van? Nou, ik moet dus winnen. Voor de mensen die mijn video van gisteren niet gezien hebben, ik zou hem zeker even kijken. Want daar pak ik mijn duurste speler, tot nu toe in FIFA. Maar stel je voor, je hebt het dan niet gezien. Ja, dat legde ik uit hoe mijn Weekend League ging. Het ging namelijk zo, ik ging 18-2. Maar op het moment dat je zeg maar bij 20 potjes bent, dus bij 18-2, dan wordt het echt. Ik weet niet wat er gebeurt. Ik kom dan niet eens tegen een betere team. Maar ik kom ineens dan tegen tegenstanders die me gewoon helemaal zoek spelen. Ik speelde tegen iemand met Alan op linksachter. Linksachter, hè? Alan op. Dat is niet waar trouwens. Links mid. Hij stond links mid. Hij had dus 6 chemistry. Ja, de eerste Alan is natuurlijk sowieso een speler niet heel duur is. En hij had hem ook nog eens op links mid. Nou, dan kan je zien wat voor team hij heeft. En ik stond 20 minuten met 3-0 achter. En ik heb het echt al heel vaak gehad dat ik 18-2 ga of 18-3. En bij die 18 wins, ja, dan krijg ik gewoon kortsluiting. Dan lukt het gewoon niet. En het is echt zwaar vervelend, vind ik. Dat is heel mooi. Oh, Griezmann. 1-0. Hoppa. Lekker. Geen buitenspel. Prima. 1-0 voorsprongetje. Hoppa. Lekker de high. Doe maar lekker de high. Kleine high. Toem, toem. Uitstekend doelpunt. Dan denk ik toch goed. Dit is echt niet normaal. Hier kan ik bijvoorbeeld wel lekker doorheen. Hij heeft natuurlijk Bill. Ja, die kan er echt geen reet van. Die is echt zo slecht. Ik snap oprecht niet waarom Bill zo duur is. Je kan beter gewoon 20k maken of zo. Want die vent is echt slecht, jongen. En elk FIFA is hij slecht. Waarschijnlijk zijn er wel 2 mensen van mijn kijkers die hem goed vinden. Nou, gefeliciteerd. Maar hij voelt zo langzaam aan, vind ik. Oh, nu door. Ja, dan gaat Neymar. Neymar 2-0, hoppa, easy, inform Neymar. Die heb ik trouwens gekocht, mensen, ik weet niet of jullie dat gezien hebben. Ja, had je ook de video van gisteren moeten kijken. Ik heb inform Neymar gekocht, zoals je kan zien. Waarom? Nou, ik had dus best veel coins verdiend. Waarom? Ja, moet je even de video van gisteren kijken. Heb je dan de video van gisteren nog niet gezien? Ga zeker even kijken. Ik heb dan ook echt goede spelers gepakt. Mijn packlist begint eindelijk een beetje op te komen. Dat is natuurlijk heerlijk, net voor Team of the Year. Over een maandje, jongens, is Team of the Year hier. Team of the Year, hebben we er zin in? Nou, ik wel, heel erg veel zin in. Oh, hang tegen. Oké, hij zit over. Oké. Dan gaat Messi. En ja, die schiet die bal wel binnen. Jongen, wat een mooi doelpunt. Ah, ik had net een lekkere voorsprong, man. Nu is hij gelijk weer weg, die voorsprong. Hier baal ik wel van, ja. Hé, klote. Klote. Oh, dit is mooi. En terug. Oh, waarom doe ik dit? Waarom schiet ik niet gewoon? Oh, ik dacht ik voetbal er helemaal uit en dan ben ik mooi en fantastisch. Nou, dat ben ik natuurlijk sowieso al. Maar ja, nu even wat minder. Ik moet zeggen dat de verdediging van deze tegenstander, ja, is echt niet al te best. Suarez. Ik moet zeggen, je hebt zeg maar dat time shooting. Of ik er fan van ben. Ik weet niet echt of het skill is of zo. Maar in ieder geval, je hebt dus time shooting. Dat is een feit. Maar je kan letterlijk gewoon geen normale longshot meer scoren. Alleen maar die time finesse kan je scoren van buiten 16. Je scoort letterlijk bijna nooit meer een normale longshot. En dat vind ik wel jammer, want ik vond longshot wel leuk altijd. Nou, dan gaat hij vallen. Die gaat dit niet missen. Nee. Oh, hij miste. Nou, die kan al gereed van hier vallen. Dacht ik al. Oh, bijna Mbappé met de 3-1. Deze gasten, verdediging ligt echt zo lekker als een mandje, jongen. Ik vraag me af hoeveel hij gaat in de Weekend League. Wat echt heel goed kan niet zijn. Zeg maar, hij heeft natuurlijk wel Messi en zo. En dat is natuurlijk wel lekker. Dus aanvallend is het allemaal prima. Maar echt, ik wandel zo doorheen, man, door de verdediging. En waarom speelt iedereen met die vervelende Fabinho, jongen? Ik weet dat hij goed is, maar kom op. Kanté scoort gewoon. Kanté trouwens heeft ook gescoord voor Chelsea. Dus die gaat waarschijnlijk ook weer in vorm krijgen. Nou, die ga ik toch wel kopen, denk ik. Want dat wordt denk ik wel een heerlijk kaartje. Hopelijk krijgt hij een beetje passing upgrade. Want ik vind zijn passing echt matig. Ik hoop echt met name dat hij dat geupgrade krijgt. Als hij daar gewoon plus 10 krijgt en de rest gewoon hetzelfde. Nou, dan koop ik hem zeker. Dit is wel goed afgemaakt trouwens. Lekker. 3-1 voor. Prima. En hierna nog 1 potje, mensen. Dan ben ik weer elite. Elite. Ik heb het trouwens in mijn vorige video al gezegd. Maar ik zeg het nu even nog een keer. Ik vind die, hoe heet die? Hoe heet die gast? Hoe heet die gozer? Die Dani Alves, mensen. Ik weet niet wat jullie in hem zagen, maar ik vind hem dus echt niet goed. Ik vind die Lana oprecht beter, volgens mij. Maar ja, ik weet. Ja, ik ga niet 100% zeggen dat ik hem beter echt vond. Maar ik vond hem. Ja, hij voelde zeker niet minder aan dan Dani Alves. Dani Alves echt traag aanvoelen, jongen. Is echt niet normaal. Oké, 3-1 voor. Ja, ik
Moet zeggen, ik heb graag nog een goaltje erbij. Dan ben ik er namelijk zeker van. Ja, het gaat wel lekker op zich, daar niet van. Maar toch nog even één klein goaltje erbij zou ik toch helemaal niet ontevreden over zijn. Ja, hartstikke leuk dat je het trucje kan. Echt super fijn. Ik zou gewoon scoren als ik jou. Komt Rivaldo. Is hij links of rechtsbenen? Ja, het is wat klote, man. Bij die Eikens weet ik nog eens links of rechtsbenen zijn. Maakt voor de rest niks uit, want hij scoorde 3-2. Klote. Shit! Oké, concentratie. Koppie erbij. Koppie. Boom! Oh, heerlijk. Neymar kopt hem binnen. Lekker, jongen. 4-2. Easy. 4-2. In vorm Neymar met zijn tweede goaltje van de wedstrijd. Ja, dat vind ik lekker. Hoppa. Ja, mensen, weet je waar jullie me echt blij mee zouden kunnen maken? Naast een duimpje omhoog. Die 94 Neymar cam. Oh, wat een kaart is dat, jongen. Maar die vent is gewoon 4 miljoen. 4 miljoen heeft helemaal niet zo heel veel beter zijn, maar puur want die cam is. Ja, ik kan hem ook op cam zetten als ik wil. Ja, klote, scoort die Messi dat? Ah, 4-3. Ah. Gast, wat krijg ik veel goals tegen ineens. Even serieus, wat is dit? En hij scoort gelijk de 4-4 met die Martial. Oh, je krijgt er echt herpes van. Leuk doelpunt. Leuk, leuk zo. Leuk FIFA, leuk! Heel leuk. En wat begon dit weekend ongelooflijk goed, jongens. 18-2. 18-2, als ik deze pot niet win... Dan ga ik gewoon, nou, ik wil het niet eens over hebben voor ik dan ga, maar het is echt heel slecht. Dan ga ik gewoon 21-8. Van 18-2 naar 21-8 als ik deze niet win. En zit er dik in, want daar komt hij. Kijk, corner tegen. Oh ja, dat weet je het al. Wat kant is daar bij de eerste paal? Nou, dan weet je de aids al. Griezmann gaat die bal wegkop. Neymar. Ja, Neymar. Hij liep met zijn keeper helemaal het bos in. En Neymar die schiet door weer binnen. Neymar met zijn hattrick. Let's go. 5-4. Kan je nou vasthouden. Kom maar. Vasthouden die voorsprong. Vasthouden. Lekker. Kom. Heerlijk doelpunt. Neymar zo goed. Oh. Wat is Neymar zo goed. Ik koop hem nou, mensen. Denk er niet te lang over na. En koop die motherfucking Neymar. Nee. Oh. Hou op. Nee. Ik doe niet eens iets. Ik raak eigenlijk geen knop aan. Ik doe letterlijk niks. Nou, hier word ik toch helemaal live van. Oh, hij scoort hem. Nou, echt. Tering goed, man. Knap van jou. Ik deed letterlijk niks. Mijn keeper had de bal al. Ik druk niet eens op tackle. Wat een onzin. Dit is toch kut. Kijk, als ik op tackle druk, weet je wel, dan geef mijn keeper de bal. Ja, oké, dat heb ik tenminste al gedaan, weet je wel. Ik doe niks. Ik kan er niks aan doen. Wat is dit, man? Wat een kutzooi. Helemaal niet blij mee. Maar kan je misschien wel horen aan mijn stem. Ik weet het. Ik kan mijn boosheid aardig goed verbergen vaak. Hallo scheids. En dat is... Hoe is dat dan geen overtreding? Ik snap het niet. Ik snap dit spel niet. Laten we dit even niet doen. Dat we de... Oh mijn fucking god. Ja, maar mensen. Wat wordt er verwacht ik hier aan doe? Dit slaat... Oh mijn god. Hoe kan je dit... Kijk, het is ook, zeg maar, ik ben niet eens teleurgesteld of zo. Gewoon puur, ik kan hier oprecht niks aan doen. Ik kan oprecht niks aan deze doelpunten doen. En ik ben echt over het algemeen de laatste die gaat zeggen van, de aids doelpunt of zo. Want ik scoor zelf soms ook wel een aids doelpunt. Maar hoe kan hij nou in godsnaam een penalty en een goal in 2 minuten maken die echt fucking bullshit zijn? Ze zeggen van, nou, meen joh, die Fenningen hebben aangepakt. Nou, ik zie het. Kan ik die penalty dan laten zien hoe die ontstaan is? Nee, kan zeker niet, hè? Nee, dat dacht ik al. Kijk nou, 1, 2, gewoon, dit... Het staat helemaal nergens op. Ik pak hem gewoon hier al af, hè. Ik pak hem hier af. Kijk hem terug. Pak hem hier nog een keer af. Kijk hem gewoon weer terug. Mensen, echt waar. Dit is echt niet normaal. Ik snap je echt gereed. Elite gechoked. Ik haal mijn leven. Gebruik je hoofd. Ja, zou jou even gebruiken, jee. Echt, ik weet niet wat het is, maar sinds die laatste update, ik vind het gewoon echt geen reden meer aan. Ik ben echt helemaal klaar mee. Oeh, 50k. 12,50k pick. Wat zijn ze aan het doen, gast? Jezus. Die ga ik even openen. Jongens, ik snap het gewoon niet. Oh. We hebben 1 free, ik krijg nog 1 vorm in. Oké, dat is lach. Ja, natuurlijk omdat ze weten dat ik boos ben. Dat ze weten dat ze me genaaid hebben. Denk ze van, gaan we even wat goed geven. Gaat dan ook doen als ik nu 1 50k pick open. Denk ze ook van, nou, Koen, je bent genaaid. Nou, geef je even wat goed. Ja. Nee. Gast, die penalty ook, jongen. Ik deed letterlijk helemaal niet. Zule. Kijk mensen, normaal gesproken zou ik mijn 2 potje doen. Maar ik ben echt even helemaal klaar mee. Ik zie het je. Als dit gebeurt, ja, wat kan ik doen? Het is, het is niet zo dat ik een kut verlegen heb of zo. Waardoor het gebeurt. Ik heb fucking Blank. Die is 89. Nou, die Toni Kroos is ook totaal niet waar. Dus doe het niet. Want die Toni Kroos ga je toch nooit gebruiken. Oh, ik ben echt... Ik vind het zo vervelend, jongen. Spijt me dat jullie geen fantastische Elite Rewards gaan zien op DNP's kanaal. Volgende week ga ik het zeker halen. En ik ga mezelf echt even opladen, want ik ben er echt op dit moment even helemaal klaar mee. Maar maakt niet uit, want ik ga mezelf even weer klaarmaken voor de volgende ding. Ik ga eerst even mijn toets halen. Ik heb toets deze week. Leuke zin in. Wil je nou morgen nog een nieuwe video zien waar ik wel weer blij ben? Ik ben nu oprecht wel een klein beetje verdrietig. Doe zeker een duim omhoog op deze video. 1500 likes aan mijn top zijn. Ben je nog niet geabonneerd, kan zeker doe het hier beneden.
Jee, jongen. Het is ook zo, soms zit het mee, soms zit het tegen. En nu zat het even tegen. Maar soms zit het ook mee. Maar nu zat het wel even flink tegen. Kom op, ik wil, als ik hier geen één walkout in pak, dan word ik echt gek. Kom op, jij geeft een walkout. Ik kan me hier nog geen walkout in pakken. Je moet me echt even gunnen naar wat jullie net tegen mij hebben gedaan. Ik krijg wel Sterling, dat is wel nice. Die is, die is best wel 20k of zo. Oké, dat is wel lekker. Want zijn deze packs ook een partijtje slecht, zeg. Ongelooflijk. Dat is niet normaal, dit. Even serieus. Maar praten we over Barzagli. Dit is echt gewoon... Even 120, even snel 100 euro nakken van al je spelers. Hey jee. Kom dan, geef dan een walkout. Doe dan. Oh, au. Jezus. 82 is hoog. Lekker man hier. Geen eens borden in de 50k pack. 5 euro, geen borden. 10 euro. Wat zeg ik? 5 euro. Was maar 5 euro. 10 euro, geen borden. Ja, we krijgen een walkout. Kom op. Alsjeblieft blauw. Blauw. Oh, goud. Geen wat goeds. Kom op. Oh, Italiaanse weet je het alweer. Oh, die fucking Bonucci. Het is sowieso niet Chiellini. Nee, Chiellini is in vorm, toch? Het is Bonucci. Fucking Bonucci. Ik haat je, Bonucci. Hanni Hanna ook nog in de pack. Het is niet normaal. Oh, kijk, eindelijk een walkout. Is het weer de Italiaanse vlag? En dan weet je al dat je genaaid bent. Nou, kom op. Nog één walkoutje dan. Back-to-back walkout. Ja, back-to-back walkout. Oké. Nu paars. Weer niet. Italiaans word ik gek. Oh, mijn fuck. Insigne. Oh. Dief op met de Italianen, jongen. Mensen, ik hoop je deze video leuk vonden. Vond je deze video leuk? En vond je het leuk? Leef je met me mee dat ik Elite niet heb gehaald? Ik baal als een stekker. Maar ja, het is nou eenmaal zo. Volgende week nieuwe kansen. Ik hoop dat je het heel leuk vond. Doe zeker een duim omhoog als je het leuk vindt. Wil je meer van zien? Klik dan hier of hier. Wil je mij abonneren? Kan ook klikken hier. Doe dat belletje. Doe een hele team belletje. En zie ik je weer. Hopelijk morgen bij een nieuwe video. Bij 2.500 likes. Later. Mission failed. We'll get them next time.